Voorzitter, iedereen heeft natuurlijk behoefte aan goed nieuws en licht aan het einde van die coronatunnel, maar dat zat er gisteren duidelijk niet in. Het was heel slecht nieuws en dat kon je wel voorspellen, want er zijn nog steeds heel veel mensen die ziek worden van corona. En het laat mij zitten met de vraag, en ik heb hem hier misschien wel tientallen keren gesteld, waarom er niet eerder en steviger is ingegrepen. Want nu gaan we een soort lange kwakkelwinter in met heel veel mensen die ziek zijn en heel veel beperkingen. En dat had op zijn minst korter gekund als je de redenering van het kabinet volgt. Dus ik wil heel graag weten welke informatie er dan nu wel is die er vorige week en drie weken geleden niet was, toen we hetzelfde gesprek daarover hadden. Maar ik wil ook weten wat er nu wordt gedaan om straks, als de besmettingen gelukkig hoop ik weer lager zijn, wel te gaan indammen. Te zorgen dat je niet in een eindeloze, deprimerende corona-jojo terechtkomt van golf naar golf. We vroegen in de zomer om de lessen te leren van de eerste golf. Die lessen zijn niet geleerd en niet toegepast. Maar nu moeten testen, traceren en isoleren op orde zijn, zodat we minder mensen krijgen die ziek zijn en onze economie weer langzaam kunnen gaan opbouwen. Maar voorzitter, nu het is zoals het is, wil ik dit debat gebruiken voor, en het is een onderwerp dat door velen hier is aangehaald, het hebben over de sociale crisis, die de coronacrisis ook is. Het feit dat veel meer mensen ziek worden, die in de vitale sectoren werken, die een veel kwetsbaarder positie hebben, die wonen in de slechte wijken, vaak met een migratieachtergrond. Het feit dat mensen ook daar eerder hun baan kwijt zijn geraakt en dus ook het veel moeilijker is om te gaan met de beperking van corona. Het is moeilijker om niet ziek te worden en het is moeilijker om als je ziek wordt in quarantaine te gaan als je een kleine flat hebt waar je met heel veel mensen woont. En voorzitter, ik vraag het kabinet om een plan te maken samen met de gemeente om mensen te helpen niet ziek te worden. En ik weet dat er voorlichting is in andere talen, maar het moet veel actiever. Je moet de wijken in met die gemeente. Ik vraag om daar mondkapjes te verstrekken. Want dat is wel degelijk een drempel. Ik vraag om de voedselbanken te helpen. De Rode Kruis heeft een noodroep gedaan omdat er te weinig vrijwilligers en te weinig voedsel is. Ik vraag het kabinet om daar de wijken in te gaan en mensen te helpen in hun inkomensvoorziening. Ik vraag om de coronaschulden die nu ontstaan veel eerder te bestrijden. Want dit is een enorme sociale crisis. En het is ook een groot deel van de infecties die je ziet komen. Dat red je niet met die persconferenties. En het tweede onderdeel van die sociale crisis is de coronageneratie die ontstaat. Oxford Universiteit liet zien dat er leerachterstanden zijn ontstaan op de basisscholen. Dat die groter zijn bij kinderen die niet het netwerk hebben. En als je dan de bibliotheek gaat sluiten en de buurthuizen, dan dreig je die crisis te verdiepen. En ik zou het kabinet hier ook willen vragen. Maak een plan om daar actiever tegen in te gaan. En daar zouden die crisisbanen volgens mij een oplossing kunnen zijn. Studenten die hun bijbaantje in de horeca kwijtgeraakt zijn, betaal ze om bijles te gaan geven aan kinderen, zodat ze die achterstand snel inlopen. Dat we niet berusten in wat er nu dreigt te gebeuren met die coronageneratie, maar ze gaan helpen. Want dit zijn gevolgen die ons nog jaren anders zullen blijven achtervolgen. De heer Heerma. Ja, volgens mij doet collega Ascher hier wel een interessant voorstel, wat een beetje in het verlengde ligt van het debat van gisteren en ook de motie die onze beide fracties gisteren ingediend hebben, waarbij natuurlijk de focus bij de crisisbanen natuurlijk heel erg tot nu toe op de zorg ligt. Maar het onderzoek, wat vanochtend ook in de Volkskrant beschreven, laat wel zien dat de onderwijsachterstanden vooral bij mensen met ouders met een lage opleiding groter is en dat de kloof dus groter wordt. Ik zou dus het pleidooi graag willen ondersteunen om te kijken of ook studenten, horeca, niet op die manier als klasassistent of begeleiding op school ingezet kunnen worden. Zou dat in theorie, want je ziet in de zorg dat het ook alle kanten ook op een andere manier kunnen, bijvoorbeeld studenten die dit doen om extra studiepunten te krijgen of iets dergelijks. Want je ziet inderdaad veel studenten die in de horeca werkten dat nu niet doen en die kunnen volgens mij op deze manier ingezet worden. Dat zou met banen kunnen, maar ook op andere manieren, denk ik. De heer Ascher. Dat kan zeker ook op andere manieren. Ik zou het kabinet willen uitdagen hier met de gemeente om tafel te gaan en ook creatief in te zijn. Breng ook die bibliotheek naar de kinderen toe, de voorzieningen die ze daar nodig hebben. Schakel mensen in die nu geen bijbaan of baan meer hebben. Bied ze een alternatief inkomen. Maar als dat op andere manieren kan, ook prima. Maar het belangrijkste is, onderken die sociale crisis als iets waar ook een actieve overheidsrol nodig is. Omdat dat diep ingrijpt en omdat het verergerd wordt. Nu we zo lang, we hebben allemaal die deprimerende grafieken gezien, hier rekening mee moeten houden. De schade van een korte beperking is er al aangetoond.
Maar de potentiële schade en de ontwrichting, omdat die ook nog eens ongelijk neerslaat op de samenleving, die is zo groot dat dat wat mij betreft ook nu ingrijpen vergt. En dat geldt ook voor de derde groep waar ik het over zou willen hebben. Dat is mensen die eenzaam zijn, die kwetsbaar, die zichzelf isoleren omdat ze bang zijn voor hun gezondheid of die van partners. Ook daarbij, met die donkere dagen van december op komst. Het kabinet zei er wel wat over in de persconferentie, maar ook daar zou ik zeggen, kom met een veel actievere aanpak. Kijk ook daar weer samen met gemeenten, maar misschien ook wel met alle mensen in de cultuur die nu om werk verlegen zitten. Wat je voor oplossingen kan bedenken om die eenzaamheid te verlichten, om te zorgen dat mensen wel contacten hebben, al is het niet een contact waarbij ze risico lopen voor het virus. Die sociale crisis, die met de economische crisis versterkt wordt, die de coronacrisis, die de ongelijkheid in onze samenleving eigenlijk verscherpt, een vergrootglas legt op ongelijkheid die er al was, die moet bestreden worden. Dat kan niet worden uitgesteld. Het helpt ook bij de virusbestrijding, want het zijn voor een deel de cijfers in Rotterdam waar we ons ontzettend zorgen om maken. Maar het is ook verplichting, vind ik, voor ons allen als we zeggen we komen samen door die coronacrisis, om daar veel meer aan te doen, het geld voor uit te trekken, de inzet op te plegen, samen te werken met de gemeente. Dat zijn we aan onze mensen verplicht. Dank u wel.